Afgelopen week zijn er een hele stapel mailtjes binnengekomen met de vraag... Sylvan, heb ik dat nou goed gehoord? Zijn er nou nieuwe jingles op de radio? Ik kan je even klappen, dat is zo. En de man die heeft gemaakt, die gaan we nu even opzoeken in zijn studio. Guido Sprenger, dat is de man van de jingles. Die loopt de hele dag jingles te maken. Zo. Daar zit hij hoor. Hallo Guido. Hallo. Guido, even een vraagje. Sylvan, zeg het eens. Hebben we nieuwe jingles? We hebben heel veel nieuwe jingles, dat klopt. En waar komen ze vandaan? Dat wil iedereen weten. We zijn helemaal naar de overkant van de oceaan gegaan, naar Engeland. Ja. Naar Wise Buddha. Wise Buddha? Kijk, dat zijn deze mensen. Oh, en die hebben ze gemaakt? En die hebben ze gemaakt. Maar wie hebben ze ingezongen? Dat zijn geen Engelsen, toch? Nee, dat is een Nederlandse man, nog een Nederlandse man en een Nederlandse vrouw. Ja, die Nederlandse man, dat is interessant, want die Nederlandse man is... Dat ben jij toch? Ja! Knap gezongen. Hey, hoeveel jingles zijn het eigenlijk, Guido? Het zijn er bijna 400. Maar Guido, kan je nog een paar van die gave jingles laten horen? Tuurlijk.